bent vrijwilliger bij deze actie. Wat is jouw taak? Ook speelgoed inzamelen, uitzoeken. En als wij helemaal klaar zijn, dan sta ik meestal bij de nieuwe speelgoed, wat nog nieuw is. En bij de pepernoten, Sinterklaaszakken, pakpapier, chocoladeletter. En dan krijgen ze meestal ook nog een bioscoopbon. Wat vind jij zo belangrijk aan deze actie? Nou ja, het zijn toch mensen die het niet uit bij de speelgoedwinkel kunnen kopen. Omdat het is toch vreselijk duur. En dit is een mooie actie. Ik vind het leuk om te doen. Cynthia, hallo. Mm-hmm. Eigenlijk al een beetje een oud gediende bij de hele actie. Hè? Ja, een van de oprichters. Ja, klopt. Waarom ben je ermee begonnen? Ik had tijdens mijn opleiding heb ik een filmpje gezien. En er was een jongetje en die ouders zaten in de armoede. En hij zei, ik ben niet lief geweest, dus ik krijg geen cadeautjes. En toen is het toch wel gaan rommelen. Ik denk, na mijn opleiding heb ik best wel veel tijd over naast mijn werk. Ik denk, ik wil er wel iets mee doen. En toen ben ik naar Welzijn gegaan, Beverwijk. En ik heb gevraagd, wil je dit samen met mij opstarten? Want in je eentje is dat toch wel een hele gedoe. Het is onoverkomelijk dat er ook speelgoed overblijft. Wat gebeurt daar eigenlijk mee? Het speelgoed wat er over is na de actie gaat naar Speelgoedbank Eimond. Dus uiteindelijk komt dat ook weer terecht bij de kinderen die het meest nodig hebben. Ja. Wat is jouw persoonlijke drijfveer eigenlijk? Nou ja, ik werk met kinderen en ik zie hoe hun gelukkig zijn. En ik wil andere kinderen die in de armoede leven ook dat gunnen. Wat is eigenlijk het Sinterklaasfeest voor jou? Gezelligheid. Het gaat bij mij niet eens om de cadeautjes, maar gezelligheid, saamhorigheid. Ja, met je familie, vrienden. Aandacht voor elkaar dus. Aandacht voor elkaar, ja. Zeker in deze tijd. Je zei al, we doen het nu voor de derde keer. Hoe groot is dat succes eigenlijk geweest die vorige keren? De voorgaande jaren was wel een heel groot succes. We hebben een hele hoop gezinnen mogen helpen om cadeaus te geven die zij weer aan hun kinderen konden geven. Dus als je in een paar woorden nog een oproep wilt doen. Heb je nog speelgoed liggen wat nog mooi en schoon is en nog goed is voor een tweede ronde? Levert in tussen 13 en 17 november om gezinnen te helpen.